Hallo, we zijn weer een tienje in Espaskili, het met Val d'Isère verbonden mega-skigebied in Savoie-Mont-Blanc in het noorden van de Franse Alpen. En het is 1 februari. Dat is afkloppen, want we hebben al een enorme rollercoaster samen achter de rug in deze winter tot zover. De dagen gaan nu weer lengen. Maar er zit toch nog een mooie winterse fase aan te komen. Daar ga ik even kort wat over vertellen. We hebben natuurlijk een dramatische zondag achter de rug. Bij het gisteravond zelfs hier in Tienje op 2100 meter gewoon geregend heeft. Dat heeft eigenlijk het voordeel dat je ziet lawinegevaar 4 vandaag. Je ziet de vlag wapperen. Het heeft het voordeel dat die regen eigenlijk in ieder geval onder de 2300-2400 meter de sneeuwlaag zo zwaar heeft gemaakt. Dat als het weer gaat vriezen, dat het heel goed aan elkaar gaat klitten. En het vriest nu, is wat helderder weer. Vanochtend strak blauw, vriest het ook weer 's nachts. Nou, hoe gaat het verder? Dus de lawinegevaar blijft hoog, maar het is geen, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens friso-situatie met een enorme bak sneeuw gevolgd door kou. Waardoor die pakketten het echt totaal niet willen binden. Morgen is het NK Freeride. Ik heb vandaag al een heftige afdaling gedaan, even als opwarmertje. Ik kon toevallig aanhaken bij een stel Fransen. Daarover staat een mooi sterk verhaal op wintersportweerman.nl. Jullie willen natuurlijk weten waar het weer naartoe gaat. Nou, we weten het allemaal heel zacht nog even. Alleen hier, op dit soort skigebieden, zeer hoog. Ja, is het wintersachtig. Elders is het super voorjaar met zeer hoge temperaturen. Denk plus 5, plus 10 in de lagere dalen. En woensdag gaan we weer terug te kou en dan komt er weer sneeuw. Gelukkig maar. De sneeuwgrens kan ver dalen tot in de lagere dalen. Denk aan 700-800 meter. Ja, er zijn altijd dorpen die daar nog onder liggen en die daar nog moeite mee hebben. Maar over het algemeen gaan we woensdag na een paar heldere nachten, waarin de boel weer goed aan kan vriezen, over naar een mooie wintersituatie waarin de Alpen weer helemaal wit zijn. En zelfs Sauerland met toppen 600 meter, ja, weer wit kan worden. En ik heb het gezien. Het is echt zo. Als het in Nederland plant, boven onze hoofden sneeuwt het gewoon. Ik ben hier namelijk zaterdagavond in de nacht op zondag naartoe gereden. In de plensregen vanaf het vliegveld. En sneeuwkettingen aan vanaf 1500 meter. Het is zo raar. Op een gegeven moment gaat die regen gewoon over in sneeuw. Nou, dat zien we dan ook in Sauerland in het midden van de week. Dan donderdag, vrijdag weer wat sneeuw. En dan is er een tendens dat we een beetje de frissere kant op gaan. Voor Nederland echt niet meer dan kwakkelen met een beetje natte sneeuw af en toe misschien. Voor de Alpen eigenlijk zien we dat het gevaar voor aanhoudend zacht weer een beetje geweken is. Er kan herhaaldelijk sneeuw doorkomen. En ja, als je dat op de valreep van de krokus hebt, dan is dat toch wel echt heel vrij. Waarbij het komend weekend nog even heel erg spannend wordt of er wel of niet een zuidkantdump aankomt. Dat heeft al een paar keer heel mooi op de kaarten gestaan. En de zuidkant heeft het ook echt verdiend. Nog helemaal geen sneeuw gehad deze winter. Tenminste, geen grote hoeveelheden. Ja, ik gun het ze. Het hangt er nog om op de kaarten. We weten dat als we dichter naar het weekend toe komen. Ik ga hier vanuit Tienje even afscheid nemen. En wens iedereen die nog gaat skiën een waanzinnige wintersport toe. En iedereen die nu op de piste is ook. Want de condities zijn eigenlijk uitstekend. En ik denk dat die slechte zondag al lang weer vergeet is. Assis, pas bouger. Pas bouger. Assis, assis. Ja.